start. Oké. Dan gaan we naar DJI Go. Laten we er gewoon de meest simpele pakken. Ik kan die aan. Hier, hoor. Zo, echt wel. Maar het is echt wel 35 km per uur. Ja, dus we zijn heel nieuwsgierig. Gaan we dit halen of niet? Nou, de status zegt is oké. Okay. Zeg je wat over de windsnelheid van het heel? Nou, merk het wel hoe hard. The home point has been updated. Please check it on the map. Hij weet waar hij zich bevindt. Homepoint is geüpdate. Nou, aircraft warming up. Dat ga ik ook doen. Vliegtuig is aan het opwarmen. Nou, dan blijf ik een beetje uit de wind. Ja, hij zou het moeten doen. Take off. Nou, op de blauwe zalen. Kijk eens wat schuifje aan. Hij zag moeite mee. Oké. Hij filmt. Ah, hij zou ook een rechte horizon moeten hebben, maar dat heeft hij dus helemaal niet. Dat trekt hij dus niet. Goed, nou, we gaan draaien richting Mauwenshaven. De andere kant op, hoor. Ja, maar dat is dus gek, hè. Kijk, ik doe niks. Ik heb alleen maar gedraaid. Hij moet nou achterhalen dat hij dus een probleem heeft en weer terugvliegen naar waar hij was. Nou geef ik gas om hem een beetje te helpen, want anders lukt het dus gewoon niet. Oh, andere kant op. Kom naar ons. Hij heeft moeite mee, hoor. Ja, behoorlijk moeite mee. Kijk hoe scheef je zit. De plaatjes zijn heel mooi. Ga maar, zie je? Hoe hoog vlieg je nou? 50 meter? Ja, 60. Oh, de wind pakt hem of niet? Of doe jij dat? Nee, dat weet ik. Ik vlieg hem naar Brouwershaven, dat als de wind hem pakt, dat ik hem dan nog deze kant op kan krijgen. Je mag hier vliegen, hè? Ja. Stuur jij nou terug? Nee, ik stuur hem omhoog. Kom terug! Kom terug! Dan stuur ik hem weer verder. Ben je niet bang dat hij neerstort? Waarom zou hij dat doen? Is hij verzekerd? Ja. Is hij verzekerd? Als hij neerstort, dan kan je weer niet, hoor. Nou, dat niet, maar... Ik probeer hem te draaien.
Kijken of hij een rondje kan maken zonder heel erg weg te blazen. Je hoort hem wel. Zo, ik vind het knap dat hij dat doet hoor, zover. Ja, maar hij waait dus wel mooi. Kijk, oh, nou zie je de andere kant liggen. Dus hij moet nou nog weer draaien. Kijk, hij is nou bijna boven ons. Oh shit. Ja, ik ben aan het zakken. Ja, omdat ik hem draai. Kom op, jongen. Een plankgas tegen de wind in. Nee, ik stopte hem met vooruitvliegen. Huh? Ik stopte hem met vooruitvliegen. Oh. Nou, we gaan weer omhoog, want we zijn ondertussen gedaald naar 42. Nu komt mijn kras op de stenen staan. Maximum flight altitude reached. Hoe hoog zit je nou? 80 meter? 120! Ja, dit is de maximum. Je hoort het wel, hè? Ja! Ja. Of komt hij automatisch terugvliegen? Hij komt ook automatisch terugvliegen. Zijn berekend hoeveel accu er nog in zit om terug te vliegen? Ja, hij houdt in de gaten zo van, nou, als je nou nog terug wil, dan moet je dat en dat nog doen, want anders haal je het niet meer. Maar je moet geen risico nemen natuurlijk. Hij stuurt niet zo lekker, omdat hij dus zoveel compensatie moet doen voor de wind. Ja, dat snap ik. Maar het plaatje is natuurlijk schitterend, kijk. Ja, dat is mooi. Echt mooi gewoon. Ja. Maar we gaan hem maar weer laten landen, want we hebben nog 6 minuutjes. En dan gaat het alarm af dat hij wil terugkeert. Dus... Ja, ik zal hem proberen te missen. Ja, best wel. Wat hebben we hier plaatjes geschoten? Gaan we dus even ergens anders heen dan?
Dit zijn filmpjes, hè, wat ik nou geschoten heb. Ja, dus daar kan je... ergens anders heen? Ja, leuk. Heet je richting het meer of zo? Nou, als we aan de andere kant kunnen komen van de van onze huisjes, dan kunnen we ons als park filmen natuurlijk. Ja, van de kant van waar wij met de auto waar wij zitten, zeg maar. Ja. Lachen zeg, want ik ben nou gewoon vooruit aan het vliegen en aan het dalen, maar hij gaat gewoon recht. Hoezo vooruit? Echt niet? Nou, dat is wel op hoor. En hij heeft propellerbeschermers, hè? Als je dat niet hebt, ja, ja dan kan hij wel eens knallen, maar nu... Maar hij hangt, ik kan niet anders zeggen, prachtig stabiel. Ja, heel mooi. Het is echt, zo, als je niks doet, prachtig. Ja, het is een leuk stukje techniek. Wat is het? Kijken, dan zal ik de share uitzetten.